Dries Roelvink genoot de afgelopen tijd van een welverdiende vakantie in Marbella. De zanger kwam heerlijk tot rust aan het zwembad en op het Spaanse strand. En ook zoons Dave en Donny waren enkele dagen van de partij. Uiteraard was er ook aan eten en drinken geen gebrek. En alles werd breed uitgemeten op social media. Eén video van een genietende Dries is tot dusver al ruim 6,5 miljoen keer bekeken. De tanto gritar mis canciones al viento. De wijn smaakt Dries prima, maar de video valt ook in smaak bij TikTokkers. De wijnproevende Dries wordt veelvuldig geïmiteerd op het platform, onder andere door Bram Krikke. En ook Arno Kantelberg deed een poging. Maar daar blijft het niet bij. De tanto gritar mis canciones al viento. Zelfs tijdens een concert van Dries is het zover. Dries deelt inmiddels de ene na de andere wijnproeverij op zijn account. Of het daarbij blijft, is de vraag. Want zoon Donny heeft inmiddels veel grotere plannen. Ik denk toch dat we maar met een paar wijnhandelaren moeten gaan praten. Nee, serieus, ik heb echt een paar leuke ideetjes met hem. Hij komt vandaag terug van vakantie en we gaan gelijk aan de slag. Dus I keep you updated. Dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Proost.